Hallo mensen, welkom terug in de Doorburgers. Vandaag ga ik weer verder met de campaign. En dit keer gaan we de Drug Bust campaign doen. Het is een medium moeilijkheidsgraad en hij is lang. De vorige die we hebben gedaan, Hard Day's Work, die was easy en short. Maar goed, het moet natuurlijk wel moeilijker worden, want anders is het niet meer leuk om te spelen. Drugs, dirty money and lots of armored goons. This cartel needs to be evicted. Take down their labs, gather evidence and protect key witness to get a conviction. We gaan beginnen. En als eerste ga ik dus, de enige die ik kan doen, arresting a minor dealer doen. Retrieve evidence before it gets destroyed. Eliminate all threats. Secure all suspects. Warrants 1. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Maar goed, dat gaan we zo te merken. Ik mag 2 mensen. Ik hoef nu geen breacher te hebben. Wat is dit? Ik weet niet wat jij bent. Zo. Als eerste hoef jij niks te doen. Als eerste mag jij, ga maar even kijken waar mensen zitten. Nou, plant het maar, hup. Blow up. Dan mag jij hierin. Oh ja, er was maar 1 iemand. Dus we pakken de evidence. Hey, de eerste missie hebben we voltooid. Mooi, 3 sterren. Dat gaat goed zo. Wow, ik heb net gewoon 3 dingen gedaan. Gekregen. Wow, 6. Zo. Informant tip. Drug deal. Wow. Ik krijg nu echt heel veel achievements van Steam. Er zijn er sowieso 2. Maar. Ja. Yeah. Er zijn gewoon. De missie is gewoon. Doodsen. Dat is makkelijk. Hier wil ik geen breaches voor. Wat is hij? Oh, hij is je shield. Aha. Ja, oké. Okay. Uh-oh. Ik heb tekst net niets aangepast. Oh. Oké, wat ben jij? Jij bent het shield, dus dan mag jij eruit. Jij hebt de shotgun, mag jij eruit. En dan hebben we nu 3 goeie. Oké. Dus eerst mag jullie zo gaan lopen.
Oké. Ik ga jullie nu even zo laten lopen. Zodat jullie tenminste ook op hun kunnen gaan schieten. Kut, eentje is neer. Zo, wat doet hij? Oh, hij staat te reloaden. Mooi, zij zijn ook neer. Zo, hopelijk zit niemand meer hier erachter, want dat zou nogal vervelend zijn. Oké, daar was nog iemand. Oké, dan mag jij nu. Hier, oké, daar kun je niet heen. Oh, er is een olie omlopen. Oké, dan mogen jullie. Zo, daar liep dus nog iemand heen. Oké. Dan mogen jullie nu die deur gaan verzorgen. Oh shit. Ja, we hebben ze allemaal. Ja, jammer genoeg is er eentje dood gegaan. We hebben nu ook maar 2 sterren gekregen. Maar goed. We gaan nu aan de derde missie beginnen. Runaway Informant Union Station. Escort VIP to the safe zone. Oké, dit kan interessant zijn. Hier wil ik het schild voor hebben. Waar is de VIP? Zijn dit de VIP's? Ik denk het wel. Oké. Help. Oké. Ah, nameless thug. Oké. Jullie mogen even deze deuren gaan openbreken. Jij kunt niks. En mag jij een beetje daarin gooien. Oké, ga jij daar maar heen. En jij mag daarheen. Dan ga jij even lekker daarheen. Daarheen. Oké. Ga jij hem maar even helpen? Dan ga jij vast hierin lopen. Oké, hij gaat eruit komen. Oh. Ik denk dat ik een grote fout bega. Ja. Hoe moet ik dat gaan doen? Ik ga even kijken. Nadine Bradigan. Oké, nee. Ze hebben allemaal behalve het schild. Hebben ze een silenced pistool.
Want dan ga ik het nu stilletjes doen. Je hoeft niet te schieten. Oké. Okay. Ga rennen. Mooi, hij is ook dood. Kijk daarheen. Nee. Mislukt. Ik ga even iets uitzoeken. Zeg maar, ik ga het een beetje plannen. Hoe ik het beste kan gaan doen. Ik kom ook zo weer bij jullie terug. Ik had bedacht. Nou, niet echt bedacht. Ik bedenk me dat nu opeens. Er komen hier vandaan mensen lopen. Als ik zorg dat ze niet gaan schieten, zeg maar, zodat ze ons niet zien, dan kan ik hier gewoon naar binnen toe sluipen. En dan kan ik hem vermoorden, hopelijk. En alles veilig doen. Dus jullie mogen nu alsnog deze deuren gaan openbreken. Shit. Oké. Okay. Het enige dingetje nog wat fout ging. Jullie moeten eerst naar je secondary switchen. Want anders zijn jullie niet stil. Oké, hier zit iemand. Jammer genoeg heb ik geen sniper. Oh. Dus dat is jammer. Mensen, ik ga dit filmpje nu even afsluiten, want ik voel me ook niet echt heel goed. Ik heb de afgelopen 2 dagen heel hard gewerkt aan een schoolproject. Bedankt voor het kijken. Ik ga even voor de volgende keer een beetje tactieken proberen. Ik ga dit filmpje gewoon online zetten en ik ga ook deze missie gewoon online zetten wanneer die eindelijk lukt. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.